Het heeft even geduurd. Vrienden en vriendinnen, liefhebbers van de voetbal. Maar we gaan er dan toch eindelijk na 188 dagen weer aan beginnen. Duizendmaal dank, seizoenkaarthouders. Ja, er mogen 4000 toeschouwers in vandaag. Ze hebben 8600 seizoenkaarten verkocht. En dus is er een groot aantal thuis, maar die kijken dan nu mee. Henk Veerman, net nieuw. Nou ja, nieuw. Wel weer hernieuwd nieuw, zullen we maar zeggen. Maar ze hebben drie heuse debutanten in het team van Heerenveen. Batista Meijer is er daar één van. Is ook nog maar jong, 19 jaar, speelde een paar minuten in het eerste van Bayern. En dit is helemaal een mooi, jong manneke. Suhaib Driouech, die zijn debuut maakt, hij is 18 jaar. Omdat Van Bergen dus niet fit genoeg is. Nelom in de verdediging vandaag. Jong gaat bijtekenen, Tresor gaat wellicht weg, Zaglan. Dat is het middenveld van Willem II. Met Holmen als aanvoerder en ook hij centraal achterin. Heerenveen speelt met rouwbanden in verband met zeer pijnlijk verlies voor de Erik Spijkerman. Hoekschop is voor Willem II, de 8e minuut. Vooruit, vooruit! En Veerman heeft lengte, dat kun je ook in je eigen verdediging goed gebruiken. Hier is Meijer, Batista Meijer. Een exotisch en een Duitse combinatie van namen, Braziliaans-Duits. En benieuwd hoe daar achterin het uiteindelijk gaat met Mama Bogdanovic, die hier moet ingrijpen, maar het niet doet. En dan moet eigenlijk Keulen de bal binnenglijden. Glijdt alleen zichzelf binnen, vergeet de bal. Negende minuut. Echt grote kans voor Willem II. Keulen dan uiteindelijk zelf als laatste. Daar had hij in de boeken gekund als de eerste doelpunt te maken van het seizoen. Dat had misschien ook wel gemoeten. Aangeven is van Nunnally en Keulert. Nunnally kijkt en Keulert. Nou ja, kan er net niet bij. Paasje van Veerman is mooi. En de actie van Van der Heijden is ook niet onaardig. Is in ieder geval hard geschoten. Prachtige paas. Niet te onderscheppen voor Sadiki. Keun. Kijk, Luuk, zitten! En nu gaat Jong op de bom. Te laat daar met die tackle op Veerman. Veerman blijft daar rustig. Oeh, een paas met risico, maar hoe goed is het? Want het loopt uitstekend en dus kan Woudenberg met veel ruimte. Van der Heijden ook. Woudenberg krijgt het terug. Nou, blijft hij rustig. Hij blijft rustig en Heerenveen op voorsprong. Een aanval helemaal van achteruit door Joey Veerman ingeleid. Die rustig blijft tussen mensen. Woudenberg vindt en die combineert met Van der Heijden. Heerenveen op een 1-0 voorsprong. Dat is een ongelofelijke opkikker voor de ploeg die alle vriendschappelijke potjes verloor. Maar ja, hier gaat het om. Het is een uitstekende aanval. Uit het boekje. En als dat boekje deze aanval nog niet heeft, dan moet dat boekje deze aanval er maar in zetten. Woudenberg is de maak uiteindelijk. Wat dan weer bij de eerste paal neergelegd. Nelom komt en Nelom komt te laat. Die krijgt ook geel. Zo. Dat is dat been wel heel erg raar. Een beetje zo'n halve karatentrap van Nelom. Nelly, bal makkelijk kwijt. Driouech.
Keunen in de achtervolging bij Driehoes. Ja, dat is goed gedaan. Lichaam er goed tussen en een aardige voorzet. Weggehaald door Holmen. Kongelo en Batista Meijer. Sadiki. Saglam. Weer Sadiki. Weer Saglam, dat is goed gedaan. Nu is er wat ruimte. Pavlidis, geen buitenspel. Ja, dan kan hij hem zo in de verre hoek knallen. Nee, het is wel buitenspel. Vlag gaat omhoog, maar zegt Pavlidis, gaan we wel kijken. Ja, dat gaan we doen. Natuurlijk. De bal is in het doel geschoten. En dan kan er gekeken worden of het buitenspel is, maar dat lijkt mij wel. Dat we daar niet al die ingewikkelde lijnen voor hoeven bij te halen. Maar inderdaad, dat behoeft geen specifieke nadere bestudering die wel wat tijd in beslag neemt met die nieuwe apparatuur. Is nu niet nodig. Wij konden het ook wel zien. Pavlidis buitenspel. Dus geen treffer voor Willem II. Wel een waarschuwing voor Heerenveen. Dat hier zelf via Veerman kan uithalen. Nou, dat uithalen lukt wel. Dat was toch een aardige kans hoor voor Henk Veerman. Nelon die daar helemaal mis zit. De bal op de zijkant van het hoofd krijgt. En Veerman die de bal bijna het stadion uitjenst. Heerenveen won 5 van de laatste 6 Eredivisie-wedstrijden met Willem II. Alleen de meest recente. Henk Veerman. Henk Veerman. Jongen, jongen. Dat ben je toch niet gewend van Veerman zo op de doelman af. En dan niet eens tot een poging komen. Dat zal hem zelf ook wel tegenvallen. Hoekschop kort genomen met Veerman. Woudenberg. Ja, als iedereen ernaast zit, dan was het geen buitenspel. Het doet er allemaal niet zoveel toe. Woudenberg, en ik denk dat daar nog wel naar gekeken zou zijn, mocht het wat geworden zijn. Niet zozeer Bognevic, als wel Veerman. Maar dat loopt. Holmen. Nelon. Keun. Tresor. Pavlidis. Sadiki. Aangetikt. Door Van der Heijden. Vrije trappers voor Willem II. En het is weer zo'n rare bal. Maar nu ook gewoon naast. En hoeveel scheelt het? Niet zo heel veel zeg. Pavlidis is daar ook gekopt en appel voor Hens. Keun. Nou, sterk gedaan van Keun, die paas is ook goed. Wilde ik zeggen, want het kan mooi meegenomen worden. Maar dan is het uiteindelijk gewoon een doeltrap. Vraagt Pavlidis nog even aan Martens, hoe zat dat nou net? Met die vermeende Hensbal is dat ook zo. Hier Pavlidis. Ja, hij komt tegen de Ademaan. Matthijssen en Van Geel. Het duo bij Willem II. Kijk, terecht bepaald niet vrolijk. Keuken eruit, verdediger eruit, spits erbij, Paul Gardon. Zo doet Willem II dat voor het laatste kwartier. Maar Heerenveen mag vooralsnog de vrije trap nemen. En die wordt keurig binnengekopt. Heerenveen verdubbelt de voorsprong en doet dat via Bognevic. Die al uiterst koeltjes verdedigde op de momenten dat dat nodig was. Sober, betrouwbaar, precies wat Heerenveen wilde inkopen, hebben ze binnen. En dan blijkt hij met dat hoofd ook nog eens een keer een doelpunt te kunnen maken. Op het moment dat Willem II aanvallend wisselt, Gladon erin zet. En ze pakken de papieren er nog eens bij. Wie moet wie nu dekken? Nou, Gladon had dan blijkbaar op Bognevic moeten letten.
Veerman voor het doel. Van der Heijden is er ook nog. Joey Veerman vindt geen medespeler. En dat is dan toch wel, mag je aannemen, in zijn vorm een bewuste keuze om het zelf te proberen. Hij heeft ook alleen maar oog voor het doel. Ik zou nog meer tijd nemen voor de hoekschop. Komt uiteindelijk terecht bij Jong. De Bogers. Pavlidis. Ver van het doel af. Pavlidis, maar nu wel steeds dichterbij. Ja, daar staat wel een Mulder bij de eerste paal. Die kon hem tegenhouden. Krijgt hem nog terug. Een uitstekende ingreep van Ruiter. En nog een keer Ruiter. Voordat daar De Waler scoort. En daarna Akuyobi. Invallers dicht bij een derde treffer. Ruiter weet dat te voorkomen. Weer niet goed verdedigd in dit geval door Van der Bogert. En dan gaat Van der Heijden er nog voor. En is Ruiter twee keer de baas. Veerman. Met Veerman. Woudenberg. Van der Heijden. Dit is een uitstekende bal waar Veerman, als hij iets feller reageert, zo kan scoren. Heerenveen oefende waardeloos met verlies tegen Vitesse, De Graafschap, Utrecht, Osnabrück en PEC Zwolle. Maar de eerste wedstrijd die ertoe doet, wordt gewonnen. Adrie Koster terug naar Tilburg met een 2-0 nederlaag.